Ik denk niet alle goede doelen. Ik denk dat je wel, voor mezelf ga ik wel eventjes kijken of het betrouwbaar overkomt. Goede doelen, ja zeker wel. Ja zeker wel. Nou, er blijft zoveel in de strijkstok hangen. Dus nee, ik heb niet echt vertrouwen in. Nou, ik heb wel vertrouwen erin, ja. Als ik dat niet meer had, dan hield het op gewoon, hè. Dus ik blijf wel vertrouwen houden, ja. Nee, niet in de grote. Jawel. Nou, al die schandalen en... Ja, maar ja, je weet soms niet waardoor dat komt natuurlijk, hè. En dan, ja, dan geef je toch met goede moed weer inderdaad. Dat, ja, ja, ik geef graag aan de goede doelen, maar ik merk dat ik langzamerhand wel aan goede doelen ga geven als ik de persoon erachter ken. Dus iemand die ik in mijn naaste omgeving ken. En doneert u dan nog steeds? Greenpeace en de postcode, omdat dat meerdere doelen steunt. En wat had ik nog meer? Nou, weer een UNICEF ook, ja. En dat is het. Jawel. Een toevallig een sportvereniging en dat de Kika. Het Kankerfonds, Wereld Natuurfonds. En dat waren de laatste recente. Nou, ik heb het inderdaad gedaan toen. Het was een heel patriotjes terug van, ja, wat was het met die blauwe collectebus of zo. Nou, ik doe liever naar een doel wat ik zelf bedenk, zeg maar. Eenmalig en dan is het klaar, toch? Of niet? Dat is bijvoorbeeld de Iraanse vredesgroep. En dat zijn mensen uit Iran, vluchtelingen die je kent. En weet je dat het in ieder geval goed terecht komt. Nou, ik kan nu niet zo'n naam noemen, maar ik heb wel eens een of andere dierenorganisatie gehad waarvan ik dacht, nou, nog nooit van gehoord. En dan google ik de naam en dan komen ze niet voor of zo. En dan denk ik, nou, wat is dat nou weer? Dus, En gaat het dan over grote of kleine bedragen? Die ik geef, nee, grote bedragen. Ik geef één doel, dan kan ik tegen al die andere mensen zeggen, voor mijn gevoel verantwoord van, nee, ik heb al een andere keuze gemaakt. Geen grote bedragen. Het gaat om een tientje per maand, ja. Relatief groot, omdat we één keer per jaar normaal een doel pakken, wat we dan vrij goed voorzien van geld. Nou, niet zo groot, 20 euro. Meestal klein, maar ik heb wel twee doelen waar ik structureel aan, of drie eigenlijk, structureel aan geef. Nou ja, 50 euro of zo. Dat is een groot bedrag. Nou ja, als je dat aan één doel geeft, en dan die schieten er misschien wat mee op.